feestronde wordt een pakketje doorgegeven met een confetti-tijdbom erin. Maar met ieder goed antwoord mag je de hete aardappel op het bordje van je buurman gooien. Goed, Henk, maak het spreekwoord af. Wat je van ver haalt... moet teruggestuurd worden. Nee, wat je van ver haalt is lekker. Volgende vraag. Mauro Manuel werd 8 jaar geleden op het vliegtuig gezet naar... Daar is u heel naar. Ja, maar waar vloog hij naartoe, Henk? Naar Nederland. Naar Portugal. Portugal is goed. Denk aan de tijd. Wie was verantwoordelijk voor de huidige asielwetgeving? Gert Leers. Nee. Rita Verdonk. Ook niet. Geert Wilders. Ik geef je een hint. Hij is bijna onzichtbaar. Oh, dat was onze haak. Nee. Job Cohen. Ja, dat is goed. Dat vergeet je wel eens. Maar Job Cohen heeft in 1999 de vluchtelingenwet door de Kamer gelost. Oh, lekker staat. Maar goed, staat. We gaan door. Wat gebeurt er met Mauro als hij zijn studie niet afmaakt? Dat zien we dan wel weer. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, dat is zeker niet goed. Maar als het die kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Dat is de politiek van het compromis. En door. Jongens, we scoren als een tierenlier. Kom op nou. Maxime, hoe heten de pleegouders van Mauro? Dat weet ik toch niet. Ik heb er niet in individuele gevallen verdiept. Henk en Ingrid. Nee, die zijn dood. Hè? Gewoon, noem twee namen. Saskia Gersje. Gert de Voorzijd. Gert en Amin. Peppie en Kokkie. Nee, ik weet het niet. Pas. Het zijn Hans en Anita. Nou, dat is iedereen toch volgende week vergeten. Een schattingsvraag. Er wordt gesproken over aanzuigende werking. Hoeveel mensen zitten in een vergelijkbare positie als Mauro? 1000. Nee, het zijn er ongeveer 75. 75? Waar hebben we dat dan over? Ja, sorry hoor, mevrouw de voorzitter. Ik moet even vragen om deze discussie toch naar mij toe te trekken. Ik leek de tijdbom beschoot, hè? Ja, geef door dan. We zijn aan het winnen. Waar moet Mauro zijn studievisum afwachten? Bij de brievenbus, aan de keukentafel, in het achterhuis, in Walibi Flevo. In Angola. Dat zei ik. Ik zei Angola. Nee, dat zei je niet. Ga je nou openlijk als je dit geval terwijl we aan het winnende hand zitten? We zijn hier aan de winnende hand. Dat is het hele probleem. Iedereen wordt hier een winnaar. Jongens, wat jammer! Jullie hebben er zo keihard voor gevochten. Ik had het jullie zo gegund. Maar jullie gaan toch met 11 zetels naar huis. Nou, toch gewonnen. U ziet hier een gelukkig christendemocraat. Wat is dit nou? Als je zin hebt om mee te gaan naar de galamise, eventueel met je moeder, dan mag dat. Nou, een ander keertje, Henk. Dit was Ik hou van Holland. Tot de volgende keer.